midden in het beeld voor twee camera's. Ja. Dus je mag. Oké. Okay. Niet naar mij kijken. Het is zaterdag 18 juli 2020. Welkom bij het weekjournaal van week 29. Als we in de jaren 70 waren overgestapt op kernenergie, hadden we nu geen klimaatsverandering gehad. Grappig detail is dat dezelfde clubs die zich nu druk maken over klimaatverandering, in de tijd kernenergie tegenhielden. Of nou ja, die clubs en de ramp bij Tsjernobyl natuurlijk. De wat? De ramp bij Tsjernobyl. Ah, de ramp bij Tsjernobyl. Die was niet in de jaren 70. Ik lees hem nog een keer voor. Als we in de jaren 70 waren overgestapt op kernenergie, hadden we nu geen klimaatsverandering gehad. Roemenen aten geen vlees meer, dat soort dingen. Ja. Nee, aten wel vlees juist. De rest van de wereld geen Roemeens vlees meer. De spinazie in Scandinavië was dus niet goed meer. Ja, weet ik. Daar kwamen ze erachter. Hè? Ja. Een Zweedse nucleaire ding. Daar werden alle werknemers gecheckt als ze binnenkwamen 's ochtends. Altijd. Altijd al. En toen waren ze in één keer radioactief. Nou, ze dachten dat er iets mis was met hun eigen kerncentrale. Ja. Maar dat was helemaal niet zo. Ja, dat was ergens op. De kustwacht... Je moet wel echt hierin kijken hoor. Daar zitten de mensen. Oh ja, oké. Okay. Jonathan Lopez, een politicus uit Oregon... Hoe zit je nou daar te kijken? Nou, omdat jij daar je vinger op steekt. Nee, nou, je zat daar al te kijken voor... Ja. Hier moest je kijken. Jonathan Lopez, een politicus uit Oregon, heeft toegegeven dat hij een anonieme racistische dreigbrief die hij ontving zelf heeft geschreven. Ook heeft hij waarschijnlijk niet bij de kustwacht gediend, dat claimde hij eerder. Een serie mysterieuze explosies teistert Iran. Het regime ontkent dat er verband is, maar alle getroffen plekken zijn tactisch belangrijk, onder andere voor het kernwapenprogramma. Dit programma zou al 2 jaar vertraging hebben opgelopen als gevolg hiervan. Maandag. Laplace sluit een kwart van zijn vestigingen. Ja? Nee, doen we nog een keer. Laplace sluit een kwart van haar vestigingen. Zo herinnert ons steeds minder aan de V&D. 1% van de... Sorry, ik zat even niet op te letten. 1% van de docenten op Harvard, ja. Harvard, omschrijft zichzelf als conservatief. Dus de notie dat de universiteit een linkse bias heeft, zou zomaar eens een realistische kunnen zijn. 4 katholieke kerken in de VS zijn aangevallen door antiracisme demonstranten. De kerken werden niet alleen aangevallen omdat de demonstranten antiracistisch waren, maar ze waren ook antifascistisch. In Florida reed zelfs een man een kerk binnen. Kijk nou eens godverdomme in de lens, man. Waar zitten de mensen? 4 katholieke kerken in de VS zijn aangevallen door antiracistische demonstranten. Ik hoef ze niet opnieuw hoor, dat is goed. Maar je moet wel daar kijken. Nou, dan is het toch niet goed, als dat moet. Daar kijken? Ja. Moet ik achter de camera gaan zitten? 4 katholieke kerken in de VS zijn aangevallen door antiracistische demonstranten. De kerken werden niet alleen aangevallen omdat de demonstranten antiracistisch zijn, maar ook omdat ze antifascistisch zijn. In Florida reed zelfs een man met zijn auto een kerk binnen. In datzelfde Florida is het aantal coronabesmettingen fors toegenomen. Dinsdag. De koning leest de troonrede dit jaar niet voor op het binnenhof. Wegens corona is er gekozen voor de grote kerk. Kerken zijn notoire plekken waar het gaat om de verspreiding van het virus. 54% van de Amerikaanse kiezers denkt dat Joe Biden niet te dement is om een debat te voeren. 36% weet zeker dat hij er niet toe in staat is. En 11% weet het niet zeker. Inderdaad, dat is bij elkaar 101% van de Amerikaanse kiezers. Maar is dat met afrondingsfouten naar boven die gemiddeld zijn of zo? Ik weet niet. Ja. Woensdag. Hugo de Jong wordt lijsttrekker van het CDA. De Jong is vooral bekend als gladde schoenendrager. In Wit-Rusland houden de protesten aan. Filmpjes is te zien hoe niet alleen politieagenten demonstranten tegen de grond werken, maar andersom ook. Dat is nieuw in de laatste dictatuur van Europa. Donderdag.
De Twitter-accounts van onder andere Elon Musk, Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Mike Bloomberg, Barack Obama, Benjamin Netanyahu, Joe Biden, Floyd Mayweather, wie is dat? Nee. Kanye West, Kim Kardashian en Geert Wilders zijn gehackt. Gekker moet het niet worden, aldus Wilders over de zaak. Mijn account was niet gehackt. Nee. Anders heb ik je wel opgenoemd, hè? De Verenigde Staten behandelen Hongkong voortaan net zoals China. Alle handelsprivileges die het eiland had, worden daarmee opgeschort. Dit vanwege de nieuwe veiligheidswet die ingaat en Hongkong onverdeeld onderdeel met de dictatuur van de Communistische Partij van China maakt. Dat was wel de onderliggende gedachte. Ja. Ah, oké, okay, ja, mooi. Ja, ja. Vrijdag. Nee. De prinsesjes van Oranje willen graag weer naar school, aldus hun moeder. Vaak zegt het iets over de thuissituaties als kinderen liever op school zijn. En er is een toename van het aantal besmettingen van corona in de landen om ons heen. Ja, je moet ook in alle landen om ons heen moet je nu ook gewoon buiten monddoekjes dragen. Monddoekjes, hoofddoekjes. Ja, mondkapjes. Mondkapjes. Ja. Maar dat moeten wij hier dan over 3 maanden ook. Nee, ik heb zo'n lang stuk gelezen, maar dan... Ik weet dus, het aantal besmettingen zegt natuurlijk niet zoveel. Als je zou gewoon meer dooien zijn, dat is superkut. Maar... En er zitten oranje vlekken op de vakantiekaart, dat is ook heel belangrijk. Als je nog op vakantie wil, dan moet je niet 2 landsgrenzen over, want voor hetzelfde geld is één van die 2 dicht. Ja, dat maakt toch alleen maar avontuurlijk. Ik weet het eigenlijk gewoon niet. De hele tijd zo van, oh, daar loopt het helemaal uit de hand. En dan zeggen we mensen, nee, maar er wordt alleen maar meer getest. Dus logisch dat je meer gevallen krijgt. En ik weet het eigenlijk niet. Heb je nog wat? Nee, dit was het eigenlijk wel. Volgens mij, of er gebeurde weinig, of ik heb het gewoon niet gehoord. In mijn bubbel ook een beetje stille week. Oké. Okay. Wil je nog koffie dan? Dank u wel voor het luisteren en voor het kijken. Nee, daar. Kijkt. Daar, ja. Ja, dank u wel voor het luisteren en voor het kijken. Volgende week maken we weer een mooi journaal voor u. En mocht u dat journaal willen kijken, kan dat helpen als u zich abonneert op ons kanaal. Of, nee, dat helpt vooral volgens mij. Maar het was helemaal niet zo goed.